De Heemraad-singel in Meidrecht stond woensdagochtend vol met brandweerwagens, omdat er een gaslucht werd geroken. Tijdens werkzaamheden is er per abuis een huisaansluiting, gasleiding geraakt, waardoor er dus gasvrij is gekomen. Deze lekkage is uiteindelijk ook in de kruipruimtes terechtgekomen. Om alle bewoners in veiligheid te brengen, evacueerde de brandweer 3 woningen. Verdere ontruiming was niet nodig. Gas is natuurlijk altijd best wel gevaarlijk in die zin, maar om nou te spreken van explosiegevaar, dat was gelukkig niet van toepassing. Na ruim een uur was het lek gedicht en konden alle bewoners terug naar hun woning. Ze hebben hem nu provisorisch gedicht, dus er is geen uitstroom meer, dus de situatie is nu veilig en de stedin zal uiteindelijk de definitieve lekkage verhelpen.